Mijn naam is Gabrielle Blazer. Mijn website is www.blazerkap.vpweb.nl. En ik verhuur vakantiewoningen in natuuristendorpen. Ik ben dit weekend hier naartoe gekomen omdat de visie van Eelco mij aansprak. In de zin van dat je niet alles fysiek en alles zelf moet doen. En de fysieke belasting werd mij te veel. En ik stond op het punt van of ik stop nu of ik ga het anders doen. En toen kwam Eelco op het pad en zodoende dacht ik, ja, hier ga ik eens even naar kijken. Concreet heb ik uit dit weekend gehaald dat ik heel veel meer kan met heel veel minder fysieke inspanning. En dat heb ik ook meteen gisteren na de eerste dag in praktijk gebracht. Ja, geweldig. Ik kwam gisteravond heel moe thuis van zo'n lange dag. En ik ben op de bank gaan zitten en ik ben mijn aantekeningen even gaan lezen. En dat was ongeveer een half uur of een uurtje nadat ik thuis was gekomen, hond uit had gelaten en zo. En toen las ik van stel de dingen niet uit, want elke dag die je uitstelt is verloren. En focussen en maximaliseren en dat soort dingen allemaal. En dacht ik, oh ja, ik ga nu even iets doen, want morgen is weer iets anders, kan ik weer iets anders doen. Dus ik ben opgestaan, ben meteen achter mijn computer gekropen, ben naar de website gegaan van domeinnamer. Ik weet even nu niet meer uit mijn hoofd zo snel hoe die heet. Webchamp geloof ik of zo. En ben ik domeinnamen gaan opzoeken en gaan kopen ook meteen, vastleggen. En gaf me gewoon een heel goed gevoel van ik heb het toch nog wel in me en ik ben niet helemaal uitgeblust. En ik was eigenlijk weer heel snel door die ene dag opgeladen. Dus dat vond ik geweldig. Ja. Wat ik in ieder geval geleerd heb al van dit seminar is dat het niet vies is om commercieel te denken. En dus mijn plan is ook om commercieel te denken en commercieel te handelen. En meer te durven dan ik tot nu toe gedurfd heb om sans gêne dingen te doen waarvan ik eigenlijk wel vind dat het kan, maar die me moeite kosten om het te doen tot nu toe. Dus dat heeft me zeker gestimuleerd om dat te gaan doen.